Ja, het is een beetje dubbel. Hè. Er mogen gedeeltes van sporten waar ze mogen vandaag al lopen. Belangrijk is, wij hebben gevraagd naar twee zaken. We hebben gevraagd naar duidelijkheid, we hebben gevraagd naar een perspectief. En die beide zaken hebben we deels gekregen. We hebben een perspectief gekregen, dat betekent concreet vanaf 8 juni mogen wij open met de fitness. Bijhorend ook de groepslessen. We hebben een perspectief gekregen voor zwembaden die op 1 juli zullen openen. Dus wat dat betreft zijn wij heel tevreden dat we dat perspectief hebben gekregen. Wat een beetje jammer is, is dat we vandaag geen duidelijkheid hebben waarom de zwembaden nog een aantal weken gesloten moeten blijven. We hebben die duidelijkheid gevraagd, niet zozeer om te weten waar het aan ligt, maar vooral om het te kunnen verhelpen. Dus onze vraag was, en die blijft overeind, geef ons de reden waarom zwembaden vandaag nog niet open mogen en wij zullen dat doen. Is het gebruik van kleedkamers? Dan werken wij iets uit zonder kleedkamers. Is het gebruik van douches? Dan werken wij iets uit zonder douches. Maar geef ons de mogelijkheid om al onze klanten, 4 miljoen per jaar, om die mensen terug te kunnen ontvangen en terug te kunnen laten zwemmen. Belangrijk is dat iedereen aanvaardt dat het toch wel wat anders gaat zijn. En we gaan zo snel mogelijk terug naar de situatie proberen gaan waar we voor deze pandemie waren. Dat mensen op een onbezorgde manier die fitness kunnen gebruiken. Maar om daar te geraken gaan mensen vandaag op een aandachtige manier die fitness moeten gebruiken. Dus er zijn een aantal maatregelen die vandaag van toepassing zijn, die hopelijk tijdelijk zijn en die we in de toekomst kunnen versoepelen, ook als organisator van sportfaciliteiten. Onder andere het feit dat mensen moeten reserveren om hun fitnessbeurt te voorzien. Dat heeft niks te maken met het feit dat mensen daar per se voor moeten reserveren, maar wel met het feit dat wij willen beperken dat er te veel mensen op hetzelfde moment zouden zijn. Want dat creëert weer onveiligheid en dat zou er op termijn voor zorgen dat we geen gebruik kunnen maken van die fitness. Dat willen we voorkomen. Dus mensen moeten reserveren. We hebben daar heel mooie reservatieplatformen voor. Informatie wordt daar verspreid via al onze kanalen, via onze nieuwsbrieven, via onze social media, via onze website. Onze mensen zullen ook beschikbaar zijn om dat toe te lichten. Maar die reservatie is noodzakelijk. Toch tenminste op dit moment. Daarnaast de algemene maatregelen. Er zijn signalisaties aangebracht op onze site om de afstand te bewaken. Er zijn dispensers aangebracht om voldoende handgel te kunnen voorzien voor al onze bezoekers. Dus de algemene maatregelen die bij iedereen bekend zijn. Hou afstand van elkaar. Zorg ervoor dat je voldoende je handen ontsmet. Zorg ervoor dat je voldoende rekening houdt met andere bezoekers. Die zijn evident, maar die staan zo uitvoerig gesignaleerd op onze sites dat mensen daar een heel duidelijk beeld van gaan krijgen en er ook op die manier mee om kunnen gaan. Anderzijds hebben wij een groot aantal medewerkers hebben wij op non-actief moeten zetten. Die mensen zijn er echt klaar voor. Die zijn gigantisch gemotiveerd. Die tonen bijna dagelijks via persoonlijke berichten hun honger om terug in hun vertrouwde omgeving te staan, om terug die vertrouwde gezichten van onze klanten te zien en om terug hun job te kunnen doen. Daarnaast is een beperkte groep heel hard bezig geweest met het installeren van maatregelen, het uitwerken van richtlijnen, het creëren van een veilige en een vertrouwde omgeving binnen de huidige uitdaging. En ook die mensen die zijn enorm gemotiveerd om te zien dat het systeem dat wij hebben uitgewerkt, dat vertrouwen verdient en dat ook dat vertrouwen zal beantwoorden. Dus heel die organisatie staat klaar, heel die organisatie is hongerig. Wij zijn er allemaal enorm op gebrand om die eerste klanten terug door onze deur te zien komen. En we gaan daar enorm van genieten, met allemaal. Wat er eigenlijk uitgewerkt wordt, is een basis van vertrouwen. Mensen moeten het vertrouwen terugvinden dat zij in een vertrouwde omgeving aan sport kunnen doen. Dat die omgeving veilig is, dat die omgeving hun gezondheid ondersteunt in de plaats van hun gezondheid zou compromitteren. Wij zijn er persoonlijk van overtuigd dat heel onze werking daarop gebaseerd is, op zich al. Maar de extra maatregelen die wij voorzien hebben, bijvoorbeeld onze medewerkers die een mondmasker zullen dragen, onze medewerkers die de beschikking hebben over handschoenen, de klanten die de beschikking gaan hebben over die temperatuurmeter, de klanten die de beschikking gaan hebben over een signalisatie op de grond, zodanig dat zij zelf niet moeten nadenken over die afstand, maar die afstand gewoon geportretteerd zien in het gebouw zelf, de dispensers met handgel die voorzien zijn, alles is erop gebaseerd om dat vertrouwen te geven, om comfort te bieden aan onze klanten en om hun gezondheid te ondersteunen, niet alleen nu, niet alleen tijdens hun sport, maar ook naar de toekomst toe.